Een hele goede morgen. Ik heb hier zometeen een ayahuasca-sessie. Ik ben een beetje zenuwachtig. Oké, hier zitten we dan in de woonkamer. 3 bedden. 1, 2, 3. Voor mij. Shirley. En voor Larissa. Volgens mij eerste keer voor jou ook, hè? Ja, de eerste keer. Spannend. Maar even voor mijn idee, heb je wel eens een jointje gerookt of een pilletje geslikt? Ken je het, het verschuiven van het bewustzijn, zeg maar? Nee. Oké, ja, spannend. Wow, kijk, spannend. Ja. Oh, niks. En dat denk ik, ze is echt schattig. Ik vind het heel schattig. Hoe oud ben je ook alweer? 40. Ja. Nou, het verschil tussen zeg maar, drugs en plantmedicijnen, hoe ik het dan zelf zie, is dat drugs je verder wegbrengt bij jezelf en dit juist manieren zijn om dichter bij jezelf te komen. Dat is wel echt een wezenlijk verschil in het doen van zoiets of even drugs in gaan nemen, zeg maar. Dat is hoe ik het zie. Absoluut. Ja. Kun je echt uren over doorbabbelen, maar ayahuasca aan zich is een brouwsel, een thee. En het wordt gemaakt van planten en dat kun je drinken en dat zet een bepaalde energie in werking die al in je zit. Maar die energie die maakt dat je, wat we noemen, gaat innerlijk reizen. Dus dat je aandacht naar binnen getrokken wordt en dat je van daaruit met jezelf in conclave kunt gaan om tot meer zelfbewustzijn te komen. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Het kan heel fysiek uitwerken of heel emotioneel of mentaal of spiritueel of een combinatie van factoren. En dat is iedere keer anders, maar het is altijd in het moment een spiegel van de ziel. Dus er komt geen geest over je, je wordt niet, er is geen bezit voor te van je genomen of zo. Je bent het allemaal zelf. En voor dus de enige, alle enge dingen ook, is allemaal jezelf. Eigen creaties, van begin tot het einde en terug. Ja, en dat is de kunst natuurlijk van het leven. Ik zie hier wat rollen klaarstaan. Het kan verhuilen zijn, het kan ook voor overgeven zijn. Ayahuasca wordt ook wel La Purga genoemd, dat wat zuivert. Dus het kan ook een hele fysieke reactie opwekken dat je moet spugen. Dus je krijgt ook een emmertje zometeen. En ja, als het gebeurt, gebeurt het. Ik wil graag licht werpen op al mijn schaduwkanten. Alles wat onverwerkt is of wat daar zit waarvan ik me niet weet dat het er zit, dat mag vandaag allemaal naar boven komen. Ja, mijn intentie is eigenlijk, ik merk dat ik gewoon heel erg lekker in mijn energie zit en dat ik heel erg fijn vloei, zeg maar. Maar op het moment dat er zeg maar iemand komt, hé, ik vind jou wel leuk en er is een soort van interactie, dan is er dus blijkbaar nog heel veel oud zeer wat aangeraakt wordt, waardoor ik zo uit balans raak. Ik hou nu van mezelf dat die mannen manifesteren, want die komen wel. Maar ik moet ook nog even dat stukje oplossen met mijn vader vooral. Het pad wat ik volg, dat voelt enorm goed. Ik ben mega gelukkig. En toch zit er een maar. Mm-mm. En dat is waar ik nou op zoek wil. Van wie ben ik nou echt? Echt dus echt, denk ik, echt in contact komen met mijn inner. Ik denk dat het de eerste mooie stap zou kunnen zijn. Nou, zien wat ayahuasca ervan vindt. Nee, dat was niet. Ja, ja. Algemeen. Oké, cheers meiden. Ja, mooie reis allemaal. Mooie reis. Dank jullie wel om dit samen te doen. Wat vond je ervan? Niks. Gewoon oké. Ja, dat is meestal de eerste reactie. Dan zit je eigenlijk zo... Hoe was het voor jou dan, Senna? Het is niet lekker, maar... Ja, de rozijntjes helpen. Ja. Ja. Die lag een half minuut later al. Ja, jij vindt hem echt vies, hè?
We zijn bijna, ik denk 30, 40 minuten verder. En het begint niet te werken. Alles. Ik zie allemaal lijnen in mijn gezicht en geometrische vormen. En alles om me heen, ik ben op het toilet hoor, maar alles om me heen heeft nog meerdere lagen en al meerdere kleuren. En ja, ik denk dat ik even achterover ga liggen. To dive deep. We zijn, jullie hebben ongeveer 6 uur lang gereisd en het is nu een uurtje of... Het is nu 22.07. Ja, het zijn 11 uur verder. Wauw. Nou, we kregen dus het sapje en een paar minuten later, ik denk ongeveer 30 minuten later of zo, toen voelde ik eerst een fysieke aanval op mijn lichaam. Het werd zo zwaar. Toen ben ik even gaan liggen. En ik zag overal kleuren. Dus laten we zeggen, als we naar deze lamp kijken, dan kreeg je hier een laag en nog een laag en nog een laag en nog een laag. En dat had allemaal kleuren. Dus alles had lagen. Ik zat in een soort van matrix. Mm. En nou, ogen dicht, aan mijn intenties gedacht. Maar je moet zien alsof je in een tv-winkel staat met 100 tv-schermen. En die zijn allemaal aan. Dus overal is er beeld en dan kan je een beetje kiezen van oké, waar wil ik op gaan focussen. Dus in dit geval ging ik naar een ervaring, want ik voelde iets, ging naar een ervaring uit mijn verleden. En ik zoom erop in en ik was daar en dan voel je alles en dan krijg je allerlei lessen erover. En het was zo duidelijk. Ik vond het heel waardevol, ik vond het heel mooi. Manu, nogmaals bedankt. Yeah. Dit was awesome. Ja. Het was echt heel vet. Dit was echt heel mooi. Ja. Fijn. Hoe voel je je nu? Goed. Ik wil gewoon slapen. Ja? Ja, ik ben heel moe. Ja. En ik denk ook dat het komt omdat al die zooi eruit. Ja, klopt. Je hebt heel hard gewerkt. Ja, en gezweet en watervoorraad. Je hebt helemaal niet overgegeven? Nee, klopt. Ik 2 keer. Het leek ook echt gewoon alsof er rotzooi, letterlijk rotzooi uit mijn lichaam kwam. En er kwam zoveel water uit, terwijl ik helemaal niet zoveel heb gedronken, want we komen op lege maag. Maar, dus wat jij al had uitgelegd, is dat je lichaam dus gewoon overal de sappen uit trekt. Ja. En gepaard met alle negatieve energie die je dan in je lichaam hebt, wordt het er gewoon uitgebarst. En dat ging ook gepaard met beelden, dus ik had mijn ogen dicht. Ja. En ik ben dus aan het overgeven en ik zag allemaal beelden. Ervaringen en ik denk, wow, dingen zitten soms echt diep en je weet gewoon niet dat het er zit en dat is zo bizar. Ja. En nu krijg je gewoon een mooie film, dan krijg je alles netjes gepresenteerd met de begin, midden, eind, conclusie en hier, dit is wat je kan doen eruit.